Dankjewel, super. Nou, wat leuk om hier te zijn. Om hier aan te komen rijden en dan overal... Ik ga er even bij zitten, jullie zitten ook. Dus hebben we genoeg gestaan, toch, nu? Ik vind trouwens zelf, je moet niet gaan liggen, want dat mag niet. Maar ik vind het zelf nooit zo heel erg als mensen in slaap vallen tijdens mijn preek. Als ik in kerken preek, zeg ik dat ook wel eens. Dan denk ik van, ja, als je ergens in slaap moet vallen, val dan in de kerk in slaap. En dan slaap je ook nog voor Gods aangezicht. Dus het is geen woord voor sommigen, hoor. Dus het is geen profetie over jouw leven. Dus dat moet je vooral niet doen. Nou, ik vind het geweldig om hier te zijn. Ik kwam aangereden net bij de McDonald's en ik zag allerlei mensen lopen, want daar staat het tentenkamp, toch? Is dat niet een heel grote verleiding om dan elke keer langs de McDonald's te komen lopen? Ja. Voordat je hier de boterhammetjes opeet, ja. Maar en dan kom ik al helemaal in zo'n vibe terecht. Want dan zie ik jullie lopen en dan denk ik, yes, u doet het weer, God. En ik moet zeggen, als ik hier zo als ik jullie allemaal God zie aanbidden, dat doet iets in mij. Want in de tijd dat ik, hoor je mij, ik ben 40 jaar, zou je niet zeggen, hè? Zo'n jong als die er nog uitziet. Maar toen ik nog jong was, toen ik zoals jullie was, toen hadden we eigenlijk alleen maar Ellie en Rickert, voor mijn gevoel. Dat was de enige die we luisterden. Al die gave liederen die je vandaag zingt, dat hadden we allemaal niet in de tijd, in mijn tijd, vroeger. Vroeger. En dan zie ik jullie allemaal God aanbidden en dan zie ik hier allemaal vooraan, maar ook achteraan. Overal zie ik mensen met de armen omhoog staan. En we hebben zelf 3 kinderen, Merle, Lente en Tije. Merle is 12, Lente is 10 en Tije is 6. En we zitten in Mozaïek 0318, de gemeente waar dat mooie lied is geschreven dat we net zongen. Nog meer mensen uit Mozaïek? Of niet? Of kennen jullie het gewoon? Of gaan jullie wel eens naar de zaterdagavond, de worship night van Mozaïek voor tieners? Nee. Maar daar heb ik een keer gesproken. Een aantal keer gesproken. Maar één keer toen deed ik ook een rap. Wat Remco gisteren had moeten doen, dat deed ik toen. Nou, Remco rapt ook, maar hij heeft gisteren niet gerapt. Wat is dat nou? Dan koop je een rapper in, dan rapt hij niet. Ja? Maar, je hebt een rapper hier. Maar toen deed ik dus ook op mijn manier, niet zo mooi als Remco, maar ik deed een rap omdat ik een tekst wilde aanleren. En dat was Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over je komt, dan zul je kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen. Yo. Ja, dat was hem, ja. En dat ging en de drummer kwam erbij en het was allemaal hartstikke leuk. Maar vanaf dat moment, elke keer als ik door Veenendaal loop en ik kom tieners of jongeren kom ik tegen, dan is dat allemaal wanneer de Heilige Geest over je komt. Dan zul je, nou dan komt die rap weer. Dus, maar we zitten dus in Mozaïek 0318 met onze kinderen. En dan zondagochtend, dan staan we God te aanbidden. We zitten dan een beetje vooraan, lekker dicht bij het vuur. En Tije, onze jongste zoon van 6 jaar, die staat dan altijd met zijn handen in de lucht, zit hij om mijn arm, God te aanbidden. En dat ontroert me altijd. Dan denk ik van, wat is het gaaf dat er vandaag tieners zijn die niet meer bezig zijn alleen maar met allerlei andere dingen. Dat doe je ook natuurlijk, dat is ook prima. Maar als je ook onbeschaamd, fearless, gewoon zonder aarzelen, zonder angst dat je God aanbidt. Dat is echt iets, jullie zijn het gewend om dat vandaag te doen, maar het is echt iets compleet nieuws in de generatie van nu. Dat hier mensen staan en dat je God staat te aanbidden met je armen omhoog zonder je te schamen voor de mensen om je heen. Besef je wel dat het iets heel bijzonders is? Of is het gewoon voor jullie? Ja, het is geweldig. Applausje voor jezelf inderdaad. Nou, vandaag was ik en gisteren waren we op een... bevrijdingsconferentie van vrij zijn. Bevrijdingsconferentie, dat betekent dat er allerlei mensen naartoe komen die belast zijn met van alles en nog wat. Het zijn mensen die zijn demonisch belast. Dat is niet leuk om te zien. Dat is heftig om te zien. Mensen die bezig zijn geweest met occulte zaken in het verleden. Mensen die bezig zijn geweest die in banden van de dood hebben gezeten. Hè? Dus dat, hè, even vertaald gewoon naar nu en naar jouw leven. Dat je wel eens over jezelf uitspreekt van was ik er maar niet geweest, ik wou dat ik dood was. Alleen dan dat zo vaak herhaald dat je erin bent gaan geloven. En mensen die zichzelf altijd gesneden hebben, mensen die last hebben gehad van anorexia of welke andere eetziekte dan ook. En mensen die last hebben van allerlei stemmen van dingen waar ze doorheen zijn gegaan, abortussen.
heel veel ellende in het leven. En ik moet je zeggen, toen ik daar rondliep, toen dacht ik, en zo ook als ik jullie nu zie, dan denk ik van wat zou het geweldig zijn als God jou vandaag ervoor gaat bewaren dat jij over 40 jaar naar een bevrijdingsconferentie moet gaan om bevrijd te worden van allerlei dingen waar je vandaag nog nee tegen kan zeggen. Snap je waar ik het over heb? Dus dat je vandaag je laat vangen door allerlei angsten en allerlei leugens en allerlei gedachten en allerlei door de allerlei troep en onreinheid en door allerlei gedoe heen gaat. Dat je geen nee zegt tegen de dingen waar God nee tegen zegt. Dat je nu door omstandigheden heen gaat die te verdrietig zijn om te noemen. En als ik zo jullie hoor, als zie aanbidden en als ik je hoor aanbidden, dan is mijn gebed: Heere God, bewaar deze generatie, bewaar tieners, bewaar jeugd, bewaar, maakt me niet uit wie, bewaar gewoon iedereen, kinderen. Bewaar ons alstublieft voor de listen van de Satan. Dat het straks niet nodig zal hoeven te zijn om naar conferenties toe te gaan of naar het pastoraat toe te moeten gaan om voor je te laten bidden. Ik zal je zeggen, de dingen die daar gebeuren, het is met geen pen te beschrijven. Ik liep naast Wilke van den Kamp, degene die daar dan het gebedsteam leidt en die veel verstand heeft ook van de boze wereld. En er zijn de mensen die voor het oog gewoon een heel normaal leven leiden. Maar op het moment dat de Heilige Geest gaat werken in hun leven. En op het moment dat er bevrijding wordt gesproken in hun leven. Dat er dan in één keer dat zo'n persoon compleet verandert. En dat er in één keer een demon begint te praten uit die persoon. Je kent het misschien alleen maar uit allerlei verhalen. Maar het gebeurt gewoon vandaag onder ons. En in onze kerken vandaag zitten mensen die door dingen zijn gegaan in hun leven waardoor de duivel vat heeft gekregen op hen. Waardoor ze zijn gaan geloven in leugens. En het is een realiteit. Waar de aanbiddingsleider, of wat is je voornaam? Sorry? Ja, je moet al twee keer zeggen, ja. Ja, ik hoor. Zeg het maar. Driemaal scheepsrecht. Nee, Benita. Benita, leuk. Geweldig. Wat doen jullie het mooi. En ook jullie stemmen samen. Heel mooi. Maar Benita, wat ze net zei, die tekst uit Efeziërs hoofdstuk 6 die ze voorlas. Dat we niet te strijden hebben tegen machten die je ziet, maar tegen onzichtbare machten in de hemelse gewesten. Dat is een realiteit van vandaag en het is niet het onderwerp waarover ik wilde spreken. Maar er is zo lang God aanbeden dat ik helemaal niet lang wil spreken. Want God die doet al heel veel tijdens de aanbidding. Dus we gaan straks gewoon bidden, maar dit is wel echt iets wat ik tegen je wil zeggen. Dat mijn verlangen voor jou is dat je vandaag nee kunt zeggen tegen dingen waarvan je achteraf misschien spijt zou hebben als je er vandaag ja tegen zou zeggen. En dat bid ik over jouw leven uit. Dan zullen we straks ook bij de, als de tijd is van ministry, zullen we daar ook voor gaan bidden. Ik wilde een verhaal vertellen wat ik niet ga doen, maar ik wilde een verhaal vertellen over uit Handelingen 3. Dat was eigenlijk mijn preek die ik had willen houden. En ik zeg het even in een paar zinnen toch, want daar zat een blinde man, zat bij een poort en die poort heette de Schone Poort. En dat is het enige Belgische woordje dat in de Bijbel voorkomt, Schone Poort, dat betekent mooie poort. En die poort die was zo mooi, als die poort er vandaag zou zijn geweest in Jeruzalem, dan zou die overal op Instagram hebben gestaan. Dat zou een poort zijn geweest die de wereld over zou zijn gegaan op allerlei foto's. Maar er staat, die man werd al 40 jaar lang voor die poort gezet, die Schone Poort, die mooie poort. Nou, ik zie dan zo'n vierkantje voor me, zo'n Instagram-foto, waar precies die poort in past. En die Instagram-foto gaat de wereld over en heel veel likes overal en reisorganisaties maken die foto en gebruiken die foto. Maar wie zit er elke keer rechtsonder bij die Schone Poort? Dat was die verlamde, want die zat er namelijk al dus 40 jaar lang vanaf zijn geboorte. Zat hij daar. Altijd in het hoekje van de poort. Altijd. En toen ik dat verhaal las in Handelingen hoofdstuk 3... toen dacht ik, dit is hoe jouw en mijn leven er vaak uitziet. Ons leven is zo'n mooie foto en we gaan de wereld over en het is allemaal geweldig en het is mooi wat er in ons leven gebeurt. Maar ergens in een hoekje van de foto van jouw leven zit iemand die verlamd is. En dat ben ik, dat ben jij. En je voelt je verlamd, wat betekent het als iemand verlamd is? Dat betekent dat hij niet meer kan lopen. Of dat hij niet meer iets kan vastpakken. Dat betekent dat je een deel van je lichaam is weggevallen. Dat is wat lam zijn is. En deze man die was verlamd. En hij zat daar in dat hoekje van de poort. En dat is hoe jouw leven er vandaag ook uitziet. Jouw leven ziet er misschien wel mooi uit. Het is geweldig. En als ik jouw Instagram feed bekijk, dan is het allemaal mooi en geweldig. En je hebt de juiste apps op je telefoon. En je hebt de juiste filters over je leven gegooid. En het ziet er goed uit.
Maar ergens rechtsonder in jouw leven, ergens rechtsonder op de bladzijde van het dagboek dat je misschien wel bijhoudt, ergens rechtsonder in de tijd van je leven, een paar minuten van de dag of een paar uur van de dag, is daar dat stukje verlamming in jouw leven. En jouw stukje verlamming is misschien wel dat je inderdaad denkt dat je niet goed genoeg bent. Jouw stukje verlamming is misschien wel dat je graag beter zou willen leren dan dat je leert. Jouw stukje verlamming is misschien wel dat andere mensen het altijd beter doen dan dat jij denkt dat jij het doet. Jouw stukje verlamming is misschien wel dat je hier bent en dat je nu na 2-3 dagen nog steeds het gevoel hebt dat je geen aansluiting hebt gevonden bij de mensen. En je neemt jezelf je kwalijk dat het zo is. En je voelt je verlamd. En ergens hebben wij allemaal, en ik weet zeker dat het bij jou ook zo is, omdat ik mezelf ken, we hebben allemaal dat kleine hoekje in ons leven waar jij verlamming ervaart. Misschien ervaar jij verlamming in je geest. De geest is de plek waar God wil werken in je leven. En elke keer als je Bijbel gaat lezen, voel je jezelf verlamd. Herken je dat? Dan pak je je Bijbel of je pakt je app en je voelt je verlamd. Want je denkt aan allerlei andere dingen, maar het lukt je niet om je op God te richten en je voelt je verlamd. Misschien ben je verlamd in je ziel en je hebt allerlei lelijke dingen die je over jezelf denkt of lelijke dingen die je over anderen denkt. En je voelt je verlamd in je ziel. Misschien voel je je verlamd in je lichaam. En zijn er dingen in je lichaam waardoor je voelt van ja, ik kan niet alles doen wat ik wil. En je kent het. Je weet waar ik het over heb. En dan staat er in Handelingen hoofdstuk 3, Petrus en Johannes. Nou, wat komt er nou voor Handelingen hoofdstuk 3? Welk hoofdstuk? Handelingen hoofdstuk 2. Ja, Handelingen hoofdstuk 2. Nou, wat gebeurt er in Handelingen hoofdstuk 2? Wie weet dat? Handelingen hoofdstuk 2. Heilige Geest, hoor ik. Heilige Geest wordt uitgestort. Handelingen hoofdstuk 3. Nou, de Heilige Geest wordt uitgestort en je zou verwachten. Zijn de mensen die het Oude Testament een beetje kennen? Ik denk het wel. Oude Testament, moeilijk. Oude Testament. Nou, in het Oude Testament, als Gods heerlijkheid, als God met zijn kracht neerdaalde op aarde, waar daalde hij dan neer? Dan daalde hij neer in de... Ik hoor ergens tabernakel en tempel roepen, ik weet alleen niet waar. Ja. En ook in de woestijn, precies. Maar op een plekje dat God had uitgezocht. En in het Oude Testament was dat of de tabernakel in de woestijn of de tempel in de woestijn. Daar viel hij neer met kracht. Maar dan is Handelingen hoofdstuk 2. Dan komt de Heilige Geest voorgoed naar de aarde. En dan gaat hij, ik zie dan een beetje Google Earth. Zie ik voor hem, weet je wel, zo'n wereldbolletje. En dat het dan steeds dichterbij en dichterbij komt. En de Heilige Geest kwam, viel vanuit de hemel. En hij viel neer en hij kwam neer en hij kwam neer. Hij ging richting de aarde. Dat was een goede plek voor de Heilige Geest. Toen ging hij in de aarde, ging hij richting Israël. Dat was precies de goede plek om neer te komen. In Israël, waar ging hij naartoe? Naar welke stad? Naar Jeruzalem. Dat was een goede stad om op neer te dalen. Heilige Geest, het gaat goed tot nu toe. In Jeruzalem ging hij richting de tempel. Dat was precies de juiste plek waar hij had neer moeten dalen. Maar toen was hij boven de tempel en toen maakte hij een omweggetje. En waar kwam hij toen terecht? In een bovenkamer, in een huis. Dat is trouwens het bewijs dat God vandaag ook nog in je bovenkamer kan landen. Dat hij nog steeds in je bolletje kan komen. Maar hij kwam terecht in een... Dus hij daalde neer en hij kwam terecht, boem, in een bovenkamer. Terwijl hij in een tempel had moeten landen, zou je zeggen. Nou, in die bovenkamer, daar waren mensen aan het bidden. En dat waren de discipelen van Jezus. En dat was onder andere Petrus en Johannes. Dat was Handelingen hoofdstuk 2. En er was een wind. En er waren tongen als van vuur, zodat vanaf dat moment iedereen kon zien dat het volgelingen van Jezus waren. En ze gingen praten zoals de Geest het hun gaf om te praten. Nou, en Petrus en Johannes staat er dan een hoofdstuk verder in Handelingen hoofdstuk 3. Die gingen volgens hun gewoonte gingen ze naar de tempel toe om daar te bidden. En die komen dan die verlamde man tegen. En die verlamde man hadden ze al heel vaak gezien. Want die zat er namelijk al hoe lang? Ik heb het net verteld. 40 jaar! Nou, in die 40 jaar waren Petrus en Johannes al heel vaak naar de tempel geweest. Dus ze hadden die verlamde man al heel lang, heel vaak kunnen horen. Maar op de een of andere manier waren ze altijd langzaam gelopen. En ze hadden zijn stem, die man die zat daar verlamd te zijn in het hoekje van de Instagramfoto. En die riep, aalmoes, aalmoes, aalmoes. Dat betekent, geef me een eurotje meneer. Alleen dan in de taal van die tijd. Of straatkrant. Ja, dat was een beetje wat die man riep. En nooit, het lijkt erop alsof Petrus en Johannes die man nooit echt gehoord hadden tot op dit moment. Want de Heilige Geest was in hun leven gekomen. En door de Heilige Geest waren ze wat? Ze waren gaan horen met de oren van Jezus. Dus in één keer liepen ze langs die man en ze hoorden in één keer aalmoes, aalmoes. En ze dachten aalmoes, aalmoes. Ze keken naar die man
Voor het eerst horen ze de stem van die man. Voor het eerst kijken ze echt naar die man. Ze kijken hem scherp aan, staat er. En dan zeggen ze tegen die man, wat kan ik voor je doen? En die man die zegt, nou geef me een eurotje. En zij zeggen, ik scheep jou niet af met een eurotje. Ik geef jou Jezus. En dan staat er, ze zeggen tegen die man, zilver en goud, geld betekent dat, geld heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik aan jou. In de naam van Jezus, sta op. Nou, dat kan helemaal niet, want wat was er met die man? Die man was verlamd. Nou, en wat kan een verlamde man niet? Hij kan niet lopen. Dus het is raar om tegen een verlamde man die niet kan lopen, en die eigenlijk alleen maar om een euro vraagt, om tegen die man te zeggen, sta op. Dat is toch raar, of niet? Vind je het raar? Ik ook. Het is hetzelfde als dat je vandaag gewoon in Zoetermeer gewoon naar iemand toe loopt en zegt, sta op en loop, terwijl die in een rolstoel zit. Dat is raar. Tenzij je fearless bent. Tenzij je gisteren de Heilige Geest hebt ontvangen en in één keer geloof krijgt voor situaties waar je helemaal geen geloof voor zou kunnen hebben. Want de Heilige Geest is in je geland. Je zou misschien verwachten dat de Heilige Geest alleen maar in een kerk landt. Je zou misschien verwachten dat de Heilige Geest alleen maar in jouw voorgangerland of in jouw dominee landt. Maar de Heilige Geest, op het moment dat het erop aankomt, maakt hij een omweggetje. En waar landt hij? In jouw bovenkamer. In jouw leven. En weet je wat er dan gebeurt? Trouwens, we kunnen alvast gewoon lekker wat muziek gaan horen. Ik weet dat je had gezegd, ik hou er niet van als je zegt, kom naar voren. Dus dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon, wat zou het leukste zijn als er wat muziek zou zijn? De Heilige Geest kan vandaag ook landen in jouw leven, in jouw bovenkamer. En je denkt misschien dat het voor een ander is, maar het is voor jou. Nou, weet je, ik wil je vragen om lekker weer te gaan staan, want we hebben lang genoeg op die billen van ons gezeten. En ik wil meteen vragen of het ministry team hier vooraan wil komen staan. Dus het ministry team kan hier voor het podium komen staan. Masseer even de schouders van de buurman of buurvrouw die voor je staat. Hoeft niet hoor. Ik zie sommige jongens net even iets te gretig ingaan op dit. Die denken, dit is mijn kans. Nou. De bidders staan vooraan. Ik ga eerst even voor jullie bidden. Ik wil jullie in de zaal vragen of je allemaal je handen wil uitstrekken naar het ministry team dat hier vooraan staat. Strek maar je handen uit. En terwijl de muziek gewoon lekker klinkt, wil ik vragen of je gewoon eventjes, durven jullie dat? Zijn jullie fearless? Ja? Durven jullie dingen te doen die je normaal niet doet? Als tiener? Nou, dat gaan we nu doen. We gaan namelijk, terwijl de muziek mag best wel even luid klinken. We gaan bidden voor de mensen die voor je staan. En dat gaan we gewoon even hardop doen. Ja? Dus we gaan gewoon even spreken tot God op dit moment voor de mensen die hiervoor staan en die straks voor jou gaan bidden. Ja, dus dat gaan we gewoon even hardop doen. Fearless. Yes? Dat gaan we doen. Oké, 1, 2, 3, let's go. Vader, ik zeg je Jezus naam. Amen. Amen. Yes. Dank jullie wel. Wat ik straks ga vragen aan de mensen die voor je staan, of zij, op het moment dat ik de teken daarvoor geef, of zij gewoon tussen jullie door willen gaan lopen terwijl er straks een lied klinkt. Dus de aanbiddingsband gaat straks een lied spelen. En de mensen, Inge, ik weet niet of het mag het zo. Ja. De mensen die hiervoor staan, die gaan gewoon tussen jullie doorlopen. En wat ze gaan doen is, je mag gewoon met je ogen dicht staan. Wat ik zelf altijd doe is dit. En daarmee geef ik dan aan ook naar de Heere God dat ik open sta voor Hem, voor wie Hij is. Open handen, dat betekent ik kom gewoon zoals ik ben. Heer Jezus, U neemt mij zoals ik ben en ik kom zoals U bent.
En wat deze mensen, dat weten ze nu nog niet, maar dat krijgen ze nu ook te horen. Wat ze gaan doen is dat, wat ik aan jullie wil vragen, is of jullie tussen iedereen door willen gaan lopen tijdens het lied dat straks klinkt. En of je gewoon wil gaan bidden over de levens van degene die voor je staat op dat moment. Gewoon korte gebeden. Dus het is niet dat jullie vragen om gebed of dat jullie aangeven waarvoor je wil laten bidden. Maar de mensen die gaan gewoon rondlopen en die gaan gewoon een zegen uitspreken over je leven. Die gaan gewoon even kort bidden. Geen lange gebeden, maar korte gebeden. En ik kan je één ding vertellen. Voor velen van jullie die hiervoor staan, is dit net zo spannend en ongewoon als voor degene die nu in de zaal staan. Ja? Dus we zijn hier gewoon onder elkaar. Want we zijn fearless. We zijn zonder angst. We willen doen wat God ons geeft. Nou, dus ze lopen naar je toe. Ze vragen even of ze een hand op je schouder mogen leggen. Of misschien de hand op je hoofd mogen leggen. Of de hand op je rug mogen leggen. En dan zeggen ze zoiets als, ik zegen jou in de naam van de Heer Jezus. En ik wil graag het volgende tegen je zeggen. En dan gaan deze mensen die voor je bidden, die zetten dan een dubbele punt in hun hoofd. En dan zeggen ze, ik wil graag het volgende tegen je zeggen. Dubbele punt. En dan gaan ze iets zeggen wat de Heilige Geest door hen heen gaat zeggen. Dat weten ze nu nog niet. Ja? Ze weten nu nog niet wat ze dan precies gaan bidden. En er komen er misschien wel woorden uit hun mond waarvan ze zelf niet eens weten dat het woorden zijn die precies spot-on zijn in jouw leven. Want er zijn hier een paar mensen en je voelt je op dit moment ongelooflijk eenzaam. Nou, straks zal er iemand naar je toe komen en die zal zijn hand op je schouder leggen en je duidelijk maken dat je bij God nooit eenzaam hoeft te zijn. Er zijn die mensen die niet in de spiegel durven te kijken om zichzelf te zien. En dan komt er straks iemand naar je toe en die zal geleid door Gods geest tegen jou gaan zeggen dat jij wel degelijk de moeite waard bent, omdat jij namelijk een weerspiegeling bent van wie God is. En God is mooi, kan ik je vertellen. En God is goed, kan ik je vertellen. Er zijn die mensen en je bent door je stoerheid heen, word jij zo gewaardeerd door de mensen om je heen, dat jij een soort beeld hebt gemaakt van jezelf dat niet meer klopt bij het kleine hartje dat in je zit. En er zijn er straks mensen die komen voor je bidden en die zullen waarheid spreken in je leven en die zullen door die buitenkant heen prikken, omdat God graag jou, waar wil die komen? In jouw binnenkant. En er zijn die mensen en je voelt je in een beschadigde boom van buiten en er komen de mensen voor je bidden en dan zul je ontdekken dat God, hij kan komen in de jaarringen van je leven. Hij kan binnendringen in de boom van je leven. En hij kan de jaarringen van je leven herschrijven. Nou, en ik ga niet langer meer praten, maar ik zegen elk gebed dat plaatsvindt in deze zaal. Ik zegen de stem van de Heilige Geest die door jouw stem heen zal gaan spreken wanneer je bidt voor een ander. Ik zegen jouw gedachten en jouw hart en jouw geest wanneer er voor jou gebeden wordt. Dat er openbaring zal zijn en dat er spot-on gebeden zullen zijn. Heilige Geest, ik geloof dat u het vanavond zult gaan doen en ik nodig u uit. Doe het werk dat alleen u kunt doen. Raak onze harten in Jezus' naam. Amen. Nou.